deze vijfde les gaan we praten over de levensloop van sterren. Dit thema is zo uitgebreid dat wij er ook de volgende les aan zullen wijden. Vandaag graag uw aandacht voor de volgende onderwerpen. Wat kunnen we leren uit de helderheid en de kleur van sterren? U zult te weten komen dat sterren zijn onder te verdelen in diverse categorieën. En tot een van deze categorieën behoort onze zon, wier levensloop wij vervolgens uitgebreid zullen behandelen. Nu eerst meer over de helderheden en de kleur van sterren. Bij het bestuderen van een grote groep sterren treffen we allerlei verschillen aan. Allereerst hebben we zwakke en heldere sterren. Ook kunnen de sterren verschillen in kleur. Er zijn rode, blauwe en gele sterren. Maar eerst willen we weten hoe helder de sterren in werkelijkheid zijn. De zon is voor ons de helderste ster aan de hemel. Er zijn echter vele sterren, veel helderder dan de zon, die we 's nachts slechts als zwakke lichtpuntjes aan de hemel zien, omdat ze zoveel verder weg staan. De aldus waargenomen helderheden noemen we schijnbare helderheden. De schijnbare helderheid van een ster vertelt ons nog niets over haar werkelijke helderheid, de absolute helderheid. De absolute helderheid van een ster is de helderheid die zij zou hebben als we haar zouden plaatsen op een standaard afstand van de aarde. De astronomen hebben daarvoor een afstand afgesproken en die bedraagt 33 lichtjaar. De zon is voor ons de dichtstbijzijnde ster en heeft van alle sterren dan ook de grootste schijnbare helderheid. De absolute helderheid van de zon echter, dat is dus de helderheid die zij zou hebben als we haar zouden kunnen waarnemen op een afstand van 33 lichtjaar, die absolute helderheid is zo gering dat het voor ons aan de hemel slechts een zwak, onopvallend sterretje zou zijn. Om de absolute helderheden van sterren te kunnen bepalen, moeten we dus eerst de afstanden van die sterren weten. Hoe men in de sterrenkunde afstanden kan bepalen, kunt u in het cursusboek uitgebreid lezen. De kleur van een ster is meteen een maat voor de temperatuur aan haar oppervlak. We gaan dit toelichten door een kijkje te gaan nemen bij een smid. Als de smid een pook in het vuur houdt, dan wordt die pook eerst rood van kleur. Hoe warmer de pook wordt, des te lichter rood van kleur hij wordt. Op een gegeven ogenblik wordt hij oranje van kleur. En na verloop van tijd wordt de pook zelfs geel van kleur. We kunnen de pook nog langer opwarmen. Tegen de tijd dat hij wit van kleur wordt, dan begint hij gewoon te verbranden. We danken Smit van der Horst uit Utrecht heel hartelijk voor zijn medewerking. In het filmpje zag u dus dat de kleur van de pook een directe maat is voor zijn temperatuur. En zo is het bij de sterren ook. Zo zijn er rode sterren met oppervlaktetemperaturen van ongeveer 3000 graden. De zon is geel en heeft een oppervlaktetemperatuur van bijna 6000 graden. De blauwe sterren zijn zeer heet, wel 30.000 graden. De astronomen hebben de sterren ingedeeld in verschillende zogenaamde spectraaltypes. Deze types, die met letters worden aangeduid, ziet u hier weergegeven. Er blijkt een verband te bestaan tussen de stertypes en temperaturen. U ziet wat de overheersende kleur per spectraaltype is en daaronder de oppervlaktetemperaturen. De heetste sterren zijn de blauwe O-sterren. Verder hebben we de B-sterren, de witte tot lichtgroene A-sterren, F-sterren en de gele G-sterren. Vervolgens krijgen de oranje K-sterren en dan de koele rode M-sterren. U kunt de opeenvolgende letters van de spectrale reeks onthouden met het Engelse ezelsbruggetje Oh, be a fine girl, kiss me. Als we van twee sterren vinden dat ze allebei dezelfde kleur, dus dezelfde temperatuur hebben, maar toch totaal verschillende helderheden, absolute helderheden, dan komt dat omdat beide sterren sterk in omvang verschillen. Denkt u maar eens aan het gele vlammetje van een lucifer. Dit vlammetje heeft dezelfde temperatuur als de grote gele vlammen van een kampvuur. Omdat het kampvuur veel groter is dan het lucifervlammetje,
geeft het kampvuur veel meer licht en heeft het een veel grotere absolute helderheid. De afmetingen van de sterren kunnen enorm uiteenlopen. We kennen reuzensterren, sterren met een middellijn wel honderden malen groter dan die van de zon. Ook kennen we dwergsterren, veel kleiner dan die van de zon. Laten we nu eens een willekeurige groep sterren gaan bestuderen. We nemen daarbij aan dat we van al die sterren de absolute helderheden hebben kunnen bepalen. We weten dan meteen hoeveel licht elke ster per seconde uitstraalt. We noemen dit de lichtkracht. Wat we nu willen onderzoeken is er een verband tussen lichtkracht en temperatuur van een ster? In plaats van temperatuur kunnen we ook kijken naar spectraaltype en kleur, want we hebben gezien dat temperatuur, spectraaltype en kleur gelijkwaardige begrippen zijn. In dit diagram staat langs de onderste horizontale as het spectraaltype uitgezet. En langs de bovenste as, naar links toenemend, de temperatuur in graden Kelvin. Langs de verticale as staat de lichtkracht uitgezet, naar boven toenemend. De lichtkracht is hier weergegeven in eenheden van de zon. Dus een ster met lichtkracht 1 is even lichtsterk als de zon. We gaan nu eerst de zon in het diagram plaatsen. Haar temperatuur bedraagt ongeveer 6000 graden, hetgeen overeenkomt met spectraaltype G. De lichtkracht van de zon hebben we gelijk aan 1 gesteld. De zon komt dan dus hier in het diagram te staan. We gaan nu een heleboel willekeurige sterren in het diagram plaatsen. U ziet het, de meeste sterren blijken zich, evenals de zon, binnen deze band te bevinden. We noemen deze band de hoofdreeks en de sterren daarop hoofdreekssterren. De blauwe sterren bovenaan zijn grote sterren die vele malen zwaarder dan de zon blijken te zijn. Onderaan de hoofdreeks bevinden zich kleine rode sterren lichter dan de zon. Rechts boven de hoofdreeks bevinden zich ook groepen sterren. Deze sterren hebben dezelfde temperatuur als de sterren daaronder op de hoofdreeks, maar ze bezitten een veel grotere lichtkracht. En we weten al dat dit komt omdat het grotere sterren zijn dan die op de hoofdreeks. We onderscheiden reuzen en superreuzen. Evenzo vinden we links onder de hoofdreeks kleinere sterren dan die op de hoofdreeks. Het zijn de dwergsterren. Een dergelijk diagram noemen we een Hertzsprung-Russell diagram, genoemd naar de astronomen die voor het eerst de sterren in zo'n diagram plaatsten. Het Hertzsprung-Russell diagram is van grote betekenis voor de hele astronomie. De astronomen zijn in staat om vele eigenschappen van een groep sterren af te leiden uit zo'n diagram. Wij gaan het diagram nu gebruiken om de evolutie van sterren te bestuderen. Tijdens de evolutie van een ster blijft haar temperatuur en lichtkracht niet altijd constant. Als een ster zich eerst hier bevindt, dan kunnen miljoenen jaren later de temperatuur en lichtkracht zodanig veranderd zijn dat we de ster dan bijvoorbeeld hier zouden moeten plakken. En weer veel later, bijvoorbeeld hier. Het rondje verplaatst zich als het ware langs een spoor door dit diagram. We noemen zo'n spoor een evolutiespoor. De astronomen zijn in staat om ruwweg deze evolutiesporen te berekenen. Daarbij is het voortdurend van belang om te weten hoeveel energie er in het binnenste van een ster wordt opgewekt. De normale waterstofkern bestaat uit een positief geladen deeltje, het proton. Er zijn echter ook nog waterstofkernen die bovendien een neutraal deeltje bevatten, een neutron. Deze waterstofkernen noemen we deuteriumkernen. Deze kernen hebben vanwege het proton dus een positieve lading.
positieve ladingen stoten elkaar af. Dus als we deuteriumkernen bij elkaar proberen te brengen, kunnen ze elkaar ten gevolge van die afstoting niet dichter naderen dan een bepaalde afstand. De kernen moeten als het ware een drempel overwinnen. Als we de temperatuur van het gas verhogen, dan krijgen ook de deuteriumkernen steeds grotere snelheden. Ze kunnen elkaar dan dichter naderen alvorens ze elkaar weer gaan afstoten. Door temperatuurverhoging verlagen we de drempel als het ware. Op een gegeven ogenblik wordt de temperatuur zo hoog dat we geen drempel meer overhouden. Dan gaat de afstoting ineens over in aantrekking. De twee deuteriumkernen verenigen zich dan tot één kern die nu twee protonen bevat. En deze kern noemen we een heliumkern. We noemen dit proces waterstoffusie en hierbij komt zeer veel energie vrij. In het binnenste van een ster is de temperatuur inderdaad zo hoog dat deze fusie kan optreden. En dit levert de ster de energie om te kunnen stralen. Er zijn nog een aantal andere reacties mogelijk voor het omzetten van waterstof in helium. En voor de details daarover verwijs ik u naar het cursusboek. De levensloop van een ster wordt in eerste instantie bepaald door de totale massa die die ster heeft bij haar geboorte. Oftewel, hoeveel brandstof in de vorm van waterstof is er beschikbaar. Hoe snel de evolutie van een ster zich voltrekt, hangt af van het tempo waarin de waterstof in helium wordt omgezet. Hier ziet u in het Hertzsprung-Russell-diagram weergegeven hoe oud de verschillende sterren op de hoofdreeks kunnen worden. De sterren met grote massa bevinden zich bovenaan. Het zijn de hete blauwe sterren en ze zijn meestal zo'n 10 tot 30 maal zwaarder dan de zon. Je zou dus verwachten dat deze zware sterren er lang over doen om al hun waterstof in helium om te zetten. Ze hebben immers een grote voorraad. Maar deze sterren zijn zeer lichtsterk. Hun lichtkracht is wel 10.000 maal groter dan die van de zon. Dit betekent dat ze per seconde erg veel energie uitstralen. In het binnenste van deze sterren wordt namelijk zeer kwistig met de waterstofvoorraad omgesprongen. Deze sterren hebben al na ongeveer 10 miljoen jaar hun waterstof opgebrand. De blauwe sterren die we in de Melkweg zien zijn derhalve niet ouder dan 10 miljoen jaar en dus zeer jonge sterren. De zon kan 10 miljard jaar toe met haar waterstofvoorraad. Voor de rode sterren onderaan de hoofdreeks is het net andersom als voor de blauwe sterren. Deze rode sterren hebben kleine massa's, hun lichtkracht is klein, de waterstofverbranding gaat erg langzaam. Deze sterren kunnen wel 100 miljard jaar worden. In de vorige les hebben we gezien hoe een zware ster zich vormde uit een grote, voornamelijk uit waterstof bestaande gaswolk. Laten we nu nog eens even naar dit filmpje gaan kijken. Evenwicht. Alle stabiele lichamen van stenen tot sterren blijven zoals ze zijn, omdat de krachten die op hen uitgeoefend worden in evenwicht zijn. Het strakke rubberoppervlak van een ballon bijvoorbeeld is net in evenwicht met de kracht uitgeoefend door de bewegende luchtdeeltjes in de ballon. Het opblazen van de ballon maakt dat ze zo uitzet dat de krachten uitgeoefend door het oppervlak van de ballon en door de luchtdeeltjes in de ballon met elkaar in evenwicht blijven. Evenwicht is er ook in de enorme waterstofwolken in de ruimte. De bewegingen die de gasatomen hebben ten gevolge van de temperatuur noemen we de thermische druk. Deze thermische druk zou de wolk doen uitzetten als de deeltjes van de wolk niet bij elkaar gehouden zouden worden door hun eigen zwaartekracht. Het evenwicht tussen uitzetten ten gevolge van de thermische druk en krimpen ten gevolge van de zwaartekracht is stabiel. Anders zou deze gaswolk gewoonweg niet bestaan. Als we de temperatuur van het gas zouden verhogen, dan gaat de thermische druk het van de zwaartekracht winnen en de gaswolk gaat uitzetten. Zuivere waterstofwolken zijn stabiel tegen externe krachten. Bijvoorbeeld tegen schokgolven veroorzaakt door in de buurt ontploffende sterren die het samengeperste gas kunnen verhitten. Totdat de thermische druk weer in evenwicht is met de gravitatiekrachten.
Maar in werkelijkheid bevatten de wolken moleculen die wanneer ze verwarmd worden hun thermische energie kunnen wegstralen. Het evenwicht wordt verstoord en de wolk begint in elkaar te storten. Dat kan overigens miljoenen jaren duren. Verschillende delen van de instortende wolk worden instabiel en kunnen zich steeds verder splitsen. Binnen elke wolk wordt het gas steeds dichter op elkaar geperst, waardoor de temperatuur alsmaar hoger wordt. En wanneer een temperatuur is bereikt van 10 miljoen graden, beginnen de kernreacties. De ster is geboren. Het opflikkerende licht van pasgeboren sterren wordt vaak aan ons oog onttrokken door stof in de rest van de nog ineenstortende gaswolk. Alles wat we dan zien is de matte rode kleur van een zogenaamde coconster. Als de ster warmer wordt, blaast haar straling de cocon weg. Grotere wolken vormen grotere sterren. Deze zenden sterke ultraviolette straling uit die het resterende gas kan ioniseren, waardoor het gaat oplichten. We noemen deze lichtuitstralende wolken, zoals de Orionnevel, H2-gebieden. H2 is het symbool voor geïoniseerde waterstof, zoals u weet. Binnenin de ster begint haar levenscyclus. De thermische druk is opnieuw in evenwicht met de gravitatiekracht. Alleen aan het einde van hun leven zullen sommige zware sterren weer instabiel worden, om dan uiteindelijk in te storten tot bijvoorbeeld neutronensterren of zwarte gaten. De levensloop van sterren als de zon. De ster die nu op de hoofdreeks is aangekomen, zal daar blijven totdat alle waterstof is opgebrand. Voor zware sterren gebeurt dat snel, zoals we hebben gezien. Wat er daarna allemaal kan gebeuren, krijgt u uitvoerig in de volgende les te horen. Maar laten we nu eerst eens gaan kijken hoe de evolutie van de zon is geweest en hoe die in de toekomst zal zijn. We doen dat weer aan de hand van een Hertzsprung-Russell-diagram. Hier ziet u het evolutiespoor van een ster als de zon voordat zij op de hoofdreeks aankomt. In dit punt A begint de ster zichtbaar te worden, maar alleen in het infrarood, als zich binnen de samentrekkende gaswolk een warme kern heeft gevormd. De protoster trekt zich onder invloed van zijn eigen zwaartekracht nog steeds samen. De energie die hierbij vrijkomt, wordt omgezet in warmte en het binnenste van de protoster wordt steeds heter. Dit is ook aan de buitenkant van de ster te merken, want de ster schuift op naar links in het Hertzsprung-Russell-diagram. Op dit punt B aangekomen is de ster niet alleen maar in het infrarood, maar ook in het zichtbaar deel van het spectrum waar te nemen. Vanaf B tot C krimpt de ster langzaam verder en het binnenste wordt steeds heter. In C aangekomen is het binnenste van de ster zo heet geworden dat de kernreacties kunnen beginnen. Hiervoor is een temperatuur van 10 miljoen graden nodig. Door de nu vrijkomende straling en het daardoor verhitte gas wordt een druk opgebouwd die echter nog niet groot genoeg is om de naar binnen gerichte zwaartekracht te kunnen compenseren. De ster blijft dus nog krimpen, maar daardoor wordt de kern nog weer heter en zullen er nog weer meer kernreacties gaan plaatsvinden. Op een gegeven ogenblik produceert de kern zoveel energie dat de interne druk en de zwaartekracht met elkaar in evenwicht zijn. De ster is nu op de hoofdreeks aangekomen, in het punt D. De tijd die verloopt tussen het zichtbaar worden van de protoster in het punt B en het aankomen op de hoofdreeks bedraagt ongeveer 50 miljoen jaar. In deze tijd zijn, wat de zon betreft, ook alle planeten dan gevormd. Een ster met een massa gelijk aan die van de zon zal nu maar liefst 10 miljard jaar op de hoofdreeks blijven. De zon heeft er van die 10 miljard jaar al 5 miljard op zitten. Dus het duurt nog 5 miljard jaar voordat de waterstof in het binnenste van de zon opraakt. We gaan nu kijken naar de verdere evolutie. Hier ziet u, weergegeven in het Hertzsprung-Russell-diagram, het voorspelde evolutiespoor dat de zon
over 5 miljard jaar zal gaan volgen. We gaan het evolutiespoor nu wat nader bestuderen. Als de waterstof in het allerbinnenste van de ster opraakt, stoppen de kernreactie. En we houden een heliumkern over. U ziet dat hier links op de tekening. Het binnenste van deze kern zal nu gaan krimpen en daardoor heter worden. De waterstoflagen rond de heliumkern worden daardoor zo opgewarmd dat daar nu waterstoffusie zal gaan optreden. We hebben dan een heliumkern waaromheen in een schil waterstof verbrandt tot helium. Dat ziet u op de middelste tekening. De heliumkern groeit aan, maar in het binnenste van de kern wordt de materie zeer sterk op elkaar geperst. De waterstofschil verplaatst zich verder naar buiten. Daarbij zetten de buitenlagen van de zon steeds meer uit en ze zullen afkoelen en dus roder van kleur worden. U ziet het rechts op de tekening. Na ongeveer 300 miljoen jaar is de zon een rode reus geworden en de planeten Mercurius en Venus zullen verzwolgen worden. Ondertussen is de temperatuur in de heliumkern zo sterk toegenomen dat nu zelfs helium gaat verbranden. De heliumkernen gaan fuseren tot koolstofkernen. We treffen de zon nu als rode reus hier aan in het Hertzsprung-Russell-diagram. De zon zal zich vanaf dan langs een ongeveer horizontale tak door het Hertzsprung-Russell-diagram gaan bewegen. Zij zal uit evenwicht zijn, dan weer uitzetten, dan weer krimpen en ook zal ze gasschillen gaan uitstoten. We noemen dit het planetaire nevelstadium van de zon. Er zijn sterren in de Melkweg die we net in het stadium waarnemen. Uiteindelijk zal de zon ineen krimpen tot een witte dwergster. Omdat de temperatuur in het inwendige nooit meer hoog genoeg kan worden om nog verdere kernfusiereacties te kunnen bewerkstelligen. De materie van de witte dwerg wordt heel dicht op elkaar gepakt. In de volgende les komen we daar nog op terug. 10 miljard jaar later zal deze witte dwerg zo ver uitgedoofd zijn dat ze niet meer zichtbaar is. Graag dan nu nog uw aandacht voor de gasastronoom van deze les, Huib Hendricks. We hebben hiervoor kunnen zien hoe een ster in de loop van zijn leven zijn kleur en zijn lichtkracht verandert. Als we dit bijhouden in een Hertzsprung-Russell-diagram, dan hebben we gezien dat een ster een evolutiespoor aflegt in het diagram. Zo'n evolutiespoor vergt talloze berekeningen die tegenwoordig uitsluitend met behulp van computers worden gemaakt. We zijn hier bij de terminal van het Sterrenkundig Instituut van de Universiteit van Amsterdam, die aangesloten is op de SARA, dat is de Stichting Academisch Rekencentrum Amsterdam. Hier maken wij onze sterrenevolutieberekeningen. Er zijn in de wereld zo'n dozijn instituten waar men sterrenevolutie doet en men probeert steeds verdere verfijningen aan te brengen en ook nauwkeuriger vooral de eindstadia en beginstadia van de evolutie te berekenen. Dit werk is eigenlijk pas goed op gang gekomen in de jaren 60, toen een tiental jaar daarvoor de kernfysica ver genoeg gevorderd was om de daarvoor noodzakelijke gegevens te verschaffen. Wij in Amsterdam zijn hier gespecialiseerd in evolutieberekeningen van nauwe dubbelsterren. In zo'n nauw dubbelstersysteem kan het namelijk voorkomen dat de zwaarste ster, laten we die A noemen, die dan ook het snelst evolueert, dat die op weg naar zijn reuzenstadium zo groot wordt dat zijn materie overloopt naar ster B, die daarmee dan het zwaarst wordt en op zijn beurt sneller dan A gaat evolueren. Dat zijn natuurlijk gecompliceerde berekeningen, maar dit staat in het middelpunt van de belangstelling tegenwoordig en wel om verschillende redenen. Een van de redenen is natuurlijk dat de grote meerderheid van sterren dubbel is. En een andere belangrijke reden is dat dit misschien een manier is om zwarte gaten ooit op te sporen. Zwarte gaten, indien ze bestaan, kunnen waarschijnlijk het best waargenomen worden in dit soort nauwe dubbelstersystemen. Dit vormt echter het onderwerp van de volgende les. Om een indruk te geven, een sterrevolutieberekening van een evolutiespoor van een ster van 12 zonsmassa zwaar kost hier zo'n 4 uur rekentijd, waarbij dan zo'n 10 miljard instructies uitgevoerd worden. Huib, heel hartelijk bedankt voor je medewerking. Met behulp van een computer kunnen we nu wel allerlei fraaie resultaten verkrijgen, toch moeten die overeenstemmen met de werkelijkheid.
We zullen dan ook al dergelijke theoretische berekeningen moeten toetsen aan de hand van waarnemingen. Wat de optische waarneming betreft zitten we, zoals in les 1c al gezegd, in Nederland niet best. Het klimaat, maar ook de licht- en luchtverontreiniging maakt het doen van nauwkeurige waarnemingen onmogelijk. Gelukkig kunnen de Nederlandse astronomen gebruik maken van sterrenwachten waar de omstandigheden veel beter zijn. Allereerst is dat deze grote Europese sterrenwacht. Zij is gebouwd op de 2400 meter hoge berg La Silla in de Chileense Andes, 600 kilometer ten noorden van Santiago in een woestijnachtig klimaat. Het waarneemklimaat is hier werkelijk uitstekend. De lucht is er erg droog en er zijn zeer veel heldere nachten per jaar. De sterrenwacht is als het ware één groot bedrijf. Er werken hier permanent zo'n 100 mensen. Astronomen, technici, computerdeskundigen, keukenpersoneel enzovoort. Er staan hier nu al 12 telescopen. Een 13e is in aanbouw. Nederland betaalt jaarlijks mee aan deze sterrenwacht. Daarom kunnen Nederlandse astronomen hier waarnemen. Nederland heeft zelfs een eigen kijker op de berg. In het gebouw linksonder op de foto. Waar de overige deelnemende landen natuurlijk ook gebruik van kunnen maken. De grootste telescoop bevindt zich in dit 40 meter hoge gebouw. De telescoop heeft een spiegel met een middellijn van 3,6 meter. En behoort daarmee tot de grootste kijkers ter wereld. Van grote betekenis voor de Nederlandse astronomen wordt ook de nog deels in aanbouw zijnde Brits-Nederlandse sterrenwacht op het prachtige La Palma, één van de Canarische eilanden. Hier ziet u beelden die ons ter beschikking werden gesteld door Dr. Peter Hicks van het Rutherford Lab in Engeland. Zij tonen de bouw van de koepels voor de telescopen, waaronder de koepel van de Isaac Newton telescoop met een spiegel van 2,5 meter, die over niet al te lange tijd bedrijfsklaar zal zijn. Over een paar jaar zal ook een telescoop met een spiegel van 4,2 meter worden gebouwd. Met La Silla en binnenkort La Palma beschikken de Nederlandse astronomen over werkelijk voortreffelijke waarneemfaciliteiten. Met dit zijsprongetje zijn we aan het einde gekomen van het eerste deel van de levensloop van sterren. Volgende week gaan we hiermee verder. Graag tot dan.